Roy, wat staat er allemaal op het programma gedurende het 50-jarige jubileum van de Valley Bucketeers? Ja, 50 jaar is natuurlijk niet niks, dus we hebben een heleboel bedacht. We hebben een hele jubileumweek eigenlijk bedacht. Dus we starten op vrijdag 9 juni met een jubileumwedstrijd, waarin we oudspelers van onze vereniging terug laten komen, een wedstrijd laten spelen. Waarbij we een expositie gaan openen die de hele week hier in de centrale hal van het ravijn waar we voor staan te bezichtigen is. Dan hebben we de zaterdag een groot 3-tegen-3 toernooi in het centrum van Nijverdal. S'avonds doen we een groot feest in de lantaarn voor al onze leden, maar ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd. Dan door de week hebben we een groot mixtoernooi voor al onze eigen leden. Op woensdag doen we een eredivisie clinic. De eredivisie dames van Jolly Jumpers komen hier een clinic geven aan de jeugd. En de zaterdag daarop sluiten we nog af met een grote reunie op zaterdagmiddag 17 juni. Met daarna een veiling. En een All-Star Gala, waarin we al onze leden ook weer vragen om iets te performen voor het publiek. En we eindigen natuurlijk ook weer met een feest. Dus ik denk een heel vol programma. Pieter, wat houdt een 3x3 toernooi in voor de leken onder ons? Ja, 3x3 is eigenlijk een andere type wedstrijd. Normaal speel je 5 tegen 5 op een groot veld met twee baskets. 3x3 is een nieuwe sport. Na een aantal jaren is het inmiddels een Olympische sport. Dus steeds populairder aan het worden in Nederland, maar zeker in de wereld. En wij vonden het leuk om op het Harry Dinanplein, dus in het centrum van Nijverdal, ter ere van ons 50-jarig bestaan ook een 3x3 toernooi te organiseren. En we hebben het voor elkaar gekregen om via de NBB, dus de Nationale Bond, ons in te schrijven dat we meedoen aan een officiële tour. Waarbij het betekent dat de winnaars van in Nijverdal, die gaan ook door echt naar de finale in Amsterdam. En die kunnen weer doorstromen naar Nederlandse kampioenschappen, Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen. En Pieter, hoe laat begint dat op het Henri Dunantplein in Nijverdal? Nou, voor de opbouw al heel vroeg in de ochtend, zelfs de avond ervoor. Maar voor de deelnemers ongeveer 11 uur tot een uur of 5-6 zijn de wedstrijden een beetje afhankelijk van de inschrijvingen. En Roy, weet jij welke teams er allemaal gaan meedoen? Of is dat nog niet bekend? Nou, de teams die ze tot nu toe hebben ingeschreven, die zijn bekend. En dat is heel divers. We zien ze met name uit de regio. Veel van omliggende verenigingen hier die komen spelen. Het is van jeugd tot senioren, dames en heren. En volgens mij, wat ik zag, maar dat zou Pieter mij kunnen aanvullen, heeft, denk ik, hebben 15 teams zich ingeschreven nu. Ja. Dus het gaat mooi. Er kunnen er nog meer bij. Dus we gaan de komende weken nog even flink aan de bak om nog meer spelers te krijgen. En dan wordt er ook echt een 3x3 veld aangelegd in het centrum van Nijverdal. Ja, dat klopt. Het zijn vier velden op het Harry Dinanplein. Worden echt helemaal aangelegd. Komen met een vrachtwagen aan en dranghekken eromheen. Alles erop en eraan. Officiële baskets, officiële ballen. Dat wordt allemaal geleverd door de NBB. Ja, en Roy, is er ook nog plek voor de recreatieve spelen? Zal ik maar zeggen, een veldje voor mensen zoals jij en ik? Op dat moment zal er in Nijverdal niet veel plek zijn om zelf een balletje te schieten. Maar zoals je ziet staan we hier voor ons eigen 3x3 veld voor het ravijn, die we een aantal jaren geleden hebben aangelegd hier. En daar kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week een balletje gooien. Dus altijd welkom. Waar moet men zich dan opgeven? Bij wie kunnen ze dan terecht? Nou, in eerste instantie op onze eigen website, thevalleybucketeers.nl. Daar staat een link naar het officiële aanmeldingsformulier. Je moet je echt inschrijven bij de Internationale Basketbalunie als lid. Anders mag je niet meedoen en vervolgens kun je ook een team inschrijven. We gaan jullie heel veel succes toewensen in die hele feestweek. En met name tijdens de 3x3 basketbalkampioenschap in Nijverdal. Yes, dankjewel. Dankjewel.